Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is het niet de dag doornemen met Jan, maar het jaar doornemen met Jane. Ik ja, vind dit op zich wel een leuke manier om te doen. En wie weet dat ik elk jaar het zal gaan afsluiten. Want ja, het leek me gewoon leuk om even terug te kijken naar hoe dit jaar is geweest. En hoe ik het volgende jaar in wil gaan. Nou, dit jaar begon vooral met dat ik bezig was met de opleiding die ik nu doe, voor het eerst. Natuurlijk vorig jaar september begonnen met deze opleiding. In januari kwamen de eerste twee periodes eigenlijk. Was het al heel erg duidelijk of mensen nou die opleiding door gingen zetten of niet. Meestal bij veel opleidingen stoppen ze meestal rond de kerstvakantie, stoppen de meesten wel als ze het niet leuk vinden. Nou, dus na deze periodes heb ik vooral ervaring opgedaan in soortenkennis, ecologie rondom insecten en vegetatie. En ben ik naar een dierentuin geweest en een klein gedragsonderzoekje gedaan naar stokstaarten. Echt super grappig. Hiernaast heb ik ook nog Nationaal Park Hoog Veluwe bezocht. Vond ik, ja, het was wat minder aan dan ik had verwacht. Het is nog steeds best wel een echt mooi gebied. Mooie zandgronden, mooie bossen en hebben ze daar ook nog wilde gebieden waar je dus niet mag komen? Dat vind ik nog wel respectabel. Alleen dat het dan 12 euro kost, snap ik heel goed. En natuurmonumenten moeten natuurlijk hun nationale parken wel kunnen onderhouden en beheren natuurlijk. Dat is echt heel belangrijk. Maar als een student als mij was 12 euro, was dat nog best wel ja, pittig. Heb wel natuurlijk wel een fiets gekregen om daar in rond te fietsen in het National Park. Dus ja, props daarvoor. Maar ja, ik denk dat ik eerder Veluwe Zoom of zo zou recommenden. Volgens mij hoef je daar dus niet voor te betalen. Maar neem vooral een keertje een kijkje bij Hoge Veluwe. Is geen spon of zo. Dit jaar, januari, voor het eerst naar een klassiek concert geweest. Ja, voor de rest heb ik er niet heel veel verstand van of zo. Wat het precies was. Ik ben eigenlijk dat ik voor het eerst klassieke muziek live heb gehoord. Wel echt meer gaan waarderen. En ben in de rest van het jaar niet naar een klassiek concert geweest, helaas. Maar misschien dat ik toch wel even weer een keer naar een klassiek concert moet gaan. En dat was vooral het begin van het jaar. Ben ik ook nog gaan kijken naar vrijwilligerswerk in een voedselbos bij mij in de buurt. Ben daar het afgelopen jaar paar keer geweest. Helaas heb ik het wel heel druk gehad in de weekenden, in ieder geval. Maar hopelijk ga ik aankomend jaar ga ik daar wel even wat meer aan doen. Omdat het is wel echt een heel bescheiden voedselbosje. De vrijwilligers die daar werken, die halen er ook wel echt ja, wat uit, in ieder geval. Op een ja, sociaal en mentaal gebied. Ik heb wat mensen gesproken en het is wel echt een mooi samenwerkingsproject. Dan halverwege het jaar, weet je, april, maart, ben ik dus volop bezig geweest met school. Heb niet heel veel content kunnen maken. Natuurlijk in maart Pixie was een jaar geworden. Voor de mensen die, ja, I guess dat niet weten, Pixie hier is de Border Collie, is mijn hond. Als jij ja, nog niet bekend bent met Pixie, dan staat er een linkje naar zijn Instagram. Naar zijn Instagram. De Instagram die over Pixie gaat. Het is niet, we doen niet alsof dit Instagram van hem is en hij post het. Nee, maar het is wel. Als je geïnteresseerd bent in een schattige Border Collie, dan kan je altijd Pixie volgen op Instagram. Nou, daarnaast ben ik ook nog in maart naar Rampage geweest, een drum and bass en dubstep festival. En ja, dat was echt ook heel erg, ja, moet je het zeggen, lijp. Was wel lijp. Sowieso drum and bass vind ik gewoon, het is heel groovy, het is heel grappig. Het is muziek wat je niet serieus kan nemen, in tegenstelling tot de klassieke muziek die ik luister. Maar ik vind dus drum and bass ook wel grappig, omdat het juist gewoon echt niet serieus te nemen is. En ja, ik vind dat dat ook moet kunnen natuurlijk. Nou, in deze periode heb ik ook geholpen bij een open dag bij mij op school. Hierbij heb ik voor het eerst een beetje ja, communicatieskills een beetje geoefend. Sociaal geprobeerd te zijn. Ik vind het nog best wel moeilijk om
om die manier dingen te presenteren. Eigenlijk zeg maar dit al. Dus vind ik eigenlijk ook al wel een pittige bezigheid. Ja, hopelijk ben ik in ieder geval beter in communiceren en presenteren dan dat ik aan het begin van het jaar was. En ik ga sowieso aankomend jaar ga ik daar ook gewoon weer meer aan werken. Nou, vooral in april, mei ben ik weer hier en daar een beetje gaan livestreamen. Ik begon met Dinkum. Een soort van Animal Crossing, maar dan op de computer. Zo. Ik vond het heel grappig om te doen, want sowieso ik vind Animal Crossing vind ik gewoon heel grappig met de diertjes. Maar Dinkum is dan ook nog Australië, zeg maar, de plek eigenlijk voor een bioloog naast het Amazonegebied. Want ja, dat zijn denk ik wel de twee hoogtepunten. Dan zeg ik nu wel wat dingen hoor. Maar... Nou, ook voor het eerst een hazelworm en een meikever gezien dit jaar. Dus dat is wel echt, ja, het is op zich wel een basis eigenlijk. Ik denk dat heel veel mensen die... helemaal niks met biologie te maken hebben, toch wel een meikever en een hazelworm hebben gezien. Maar ik niet, maar gelukkig wel. Ik kan dat als bioloog zeggen, dat ik die beestjes gezien heb, gelukkig. Ja, in mei heb ik ook nog voor het eerst Dungeons & Dragons gespeeld. Ik vind het echt heel grappig. Je kan zoveel, ja, je hebt zoveel vrijheid om te doen wat je wilt, dat het zeg maar echt... Het test wel echt je creativiteit. Gelukkig heb ik mijn eerste sessies kunnen doen met echt een hele leuke open groep. Waarbij je dus ook niet, ja, hoe moet je dat zeggen, cringe voelt om ja, dus in principe alles te doen wat je wilt. Het is natuurlijk wel roleplay. In het algemeen vind ik roleplayen, dat ja, voel ik me niet zo prettig bij. Bijvoorbeeld dingen kijken van GTA roleplays of van die... Ja, die Roblox dingen, weet je wel, dat... Nee, dat daar met D&D is roleplay wel echt best wel heel erg grappig. En ja, eigenlijk raad ik het iedereen aan om een leuk groepje met elkaar te vinden en dat ook gewoon te gaan doen. Komen we aan bij de juni, juli, augustus tijd, einde van het jaar. Waarbij ik heel veel ervaring heb opgedaan over de waterkwaliteit en wat meer wat flora en fauna in het water. Hiernaast heb ik ook nog onderzoek mogen doen in een voedselbos in Almere. Wat er ook weer voor zorgde dat ik eigenlijk nog meer een beetje vrijwilligerswerk wilde gaan doen bij het voedselbos bij mij in de buurt. Toch zijn het twee hele andere voedselbossen met gewoon een ander doel. Bijvoorbeeld het voedselbos waar ik onderzoek naar heb gedaan is vooral recreatief bedoeld. En waar ik vrijwilligerswerk... af en toe heb gedaan dit afgelopen jaar is vooral educatief, maar ook wel recreatief. Het is educatief en recreatief tegelijkertijd. Nou, voor de rest ben ik naar Italië geweest, heb ik het circuit van Monza in het echt mogen zien. Dat was heel vet. Heb ook een rondleiding gekregen door de hele paddock en zeg maar dat gebouw. Ze waren daar ook nog daadwerkelijk op de baan aan het rijden. Dat was ook echt heel mooi en heel grappig om te zien. Voor de rest, qua flora en fauna heb ik niet heel veel beter te zien in Italië. Waar ik wel achter ben gekomen is de plek waar ik ben geweest. Dan heb je een heel ja, vogelreservaat eigenlijk voor vogels die in de winter gaan trekken. Dan vogels die dan in de winter trekken, die gaan dan daar rusten. En dan kan je ze eigenlijk heel makkelijk zien. Het is een heel open dal. Is het heel plat open dal. Dus als je geïnteresseerd bent in vogels, je bent op vakantie naar Noord-Italië, dan is dat wel echt een goede plek om wat trekvogels te zien. Dan vooral toen ik weer terugkwam van Italië, dat was halverwege augustus, ben ik weer een klein beetje begonnen met content maken. Maar ik ging daarna eigenlijk, nadat ik een week in Nederland was, weer naar het buitenland. Toen ging ik naar Praag toe. Ik merkte ook wel weer dat... Na een maand basically niet in Nederland geweest te zijn, dat ik toch wel de internationale omgeving, ja, ik vind dat wel echt heel veel leuker dan, dan Nederland eigenlijk. Het liefst praat ik ook eigenlijk wel Engels. Toch, waarom maak ik dit niet in het Engels? Omdat ik het wel gewoon veel makkelijker vind om Nederlands content te maken, eigenlijk heel simpel gezegd. Uiteindelijk zou ik wel echt een switch maken van Nederlands naar Engels of andersom, of doe het tegelijk, maar sowieso wil ik ook wel een keer Engels content maken, maar dat komt wel in de toekomst.
Voor de rest, als je nog nooit een keer in Praag bent geweest, raad ik dat ook wel aan. Ik vond het nog groener dan dat ik eigenlijk had verwacht. Er is daar een bepaald stadspark, ik weet niet meer welke het was. Die is best wel mooi. Mooie bomen en zo, hij is best wel groot ook. En je hebt de Royal Garden daar, bij de kathedraal en het paleis. En ja, dat is ook wel een best wel mooie tuin. Dan eind augustus heb ik denk ik de minst serieuze video tot nu toe ooit gemaakt. Dat ik dus American Truck Simulator ging spelen. En Jim Beam ging drinken. Dat was wel echt... ik kan er nog steeds best wel hard om lachen eigenlijk. Ik vind het een heel grappig concept. Maar ik ga toch wel aankomend jaar ga ik Northern Wolfie wel wat serieuzer nemen. Ik wil het dus meer rondom de biologie thema, de omgeving en de wereld wel een iets betere plek maken dan dat die nu is. Maar hier en daar zal ik waarschijnlijk het ook alsnog niet serieus nemen. Maar naast de serieuze dingen moet je natuurlijk ook de silly dingen hebben. Dus het is niet alsof ik nooit meer dat soort video's ga maken. Naast dat school ook was begonnen, begon ik ook wat meer te kijken van oké, hoe moet ik Northern Wolfie gaan combineren met school? Want ik wilde dit natuurlijk nog steeds gewoon heel graag doen. De content creëren. Maar nu ook wel wat meer een betekenis. Ik ben dus al een jaar meer ervaren in het gebied van biologie. En dat wilde ik dus wat meer gaan doen. En te combineren. Hoe heb ik dat gedaan? Ik heb ervoor gekozen om te beginnen met YouTube shorts maken. Over dus die dieren. Dit is dan het doel om en onderzoek te doen naar het dier. En dan ook nog die informatie in een dingetje te stoppen waarbij het makkelijk te begrijpen is. En andere mensen er ook wat van leren. En hopelijk dus ook misschien hebben geleerd dat dier überhaupt bestaat. Of dat ze misschien gewoon wat nieuws hebben geleerd. En het besef hebben van dat die dieren en dat bepaalde dingen dat je doet. Of de bepaalde dingen dat wij als mensen doen, dat wel een invloed heeft op hun bestaan eigenlijk. Nou, naast die YouTube shorts die dus echt wel wat meer serieus zijn, ben ik ook gewoon begonnen met Baldur's Gate streamen. Dat is dan weer gewoon het totaal, heeft niks met biologie te maken, heeft gewoon te maken met dat ik het leuk vind om te spelen. Dus dat zal ook nog steeds wel gewoon doorgaan, want gamen is wel één van mijn hobby's. Nou, na september dat school weer een beetje begint, de routines komen weer, althans heb ik mijn best gedaan om weer routines terug te krijgen en die vast te houden. Nou, oktober, november, december zijn die habits niet echt teruggekomen. Ik heb het vooral heel erg druk gehad met school. En daardoor heb ik niet heel veel kunnen uploaden, niet heel veel kunnen doen met Northern Wolfie per se. Ik heb wel wat dierenfilmpjes gemaakt, ben begonnen met ook daadwerkelijk een artikel ernaast schrijven. Omdat ik toch wel dacht van die shorts die zijn leuk, maar hebben echt niet alle leuke informatie. Dus toen dacht ik laat ik misschien die shorts meer gaan behandelen, een soort van reclame. En voor die artikelen waar ik daadwerkelijk echt wat meer in-depth informatie erin stop. Hopelijk vinden jullie het ook wel leuk. Ik heb wel wat leuke reacties erover gehoord. Ik heb ook wel wat goede feedback erop gekregen. Heb er nog niet echt heel veel mee gedaan, sorry. Maar ik wil het ook wat meer, die feedback meer verwerken in mijn proces. Terwijl ik het doe, zodat ik een gewoonte maak eigenlijk van die feedback. Want sowieso nu aan het einde van het jaar heb ik ook wel mijn propedeus gehaald. En uiteindelijk, dus ik ga in ieder geval deze opleiding nog zeker afmaken in ieder geval. Dus dat is wel zeker. Als dat niet het geval zou zijn, dan... Voor de rest, wel met Northern Wolfie ben ik gestopt met Twitch streamen. Waarom ben ik gestopt met op Twitch streamen? Omdat ik wel dacht dat, ik moet één goed platform hebben waar ik al mijn, beeld content op zet. Dat livestreamen alleen op Twitch, dat maakte eigenlijk niet heel veel uit, omdat ik die livestreams dan weer toch ging uploaden op YouTube. En alsnog kreeg ik net zoveel kijkers als dat ik op YouTube kreeg. Toch, Twitch wordt wel gezien als in het algemeen het platform waar je graag op wil beginnen, omdat het makkelijker is om een audience te krijgen.
Maar ik merkte gewoon heel erg dat dat voor mij eigenlijk niet werkte. Dus dat ik er nu voor heb gekozen om in ieder geval alles op YouTube te doen. En in ieder geval alles promoten voor YouTube. Nou, dit was eigenlijk een beetje heel simpelweg de dingen die ik het afgelopen jaar heb gedaan. Die ik uit mijn agenda heb weten te halen. Want ik, zoveel weet ik ook weer niet meer. In ieder geval wat ik wel weet is dat afgelopen jaar wel echt een heel bedrijvig jaar was. Ik heb heel veel, ja, veel geleerd, veel gedaan. Afgelopen jaar heb ik ook veel energie gestoken in een van mijn grootste hobby's. En dat is het zorgen voor mezelf. Ik ben best wel veel actief bezig met hoe ik in elkaar zit. Hoe ik zeg maar de beste versie van mezelf kan zijn. En hoe ik de gezondste versie van mezelf kan zijn. Afgelopen jaar ben ik eigenlijk niet echt heel erg tevreden met wat ik heb behaald. Ik heb bijvoorbeeld wel consistent gesport, maar 1 of 2 keer per week vooral. Dat is het consistente. En daarnaast heb ik wel geprobeerd om steeds meer dagen wat te gaan doen. Dus het liefst, mijn doel is eigenlijk ook om in ieder geval volgend jaar elke dag echt wat te gaan doen qua sport. Dan is het hardlopen, dan is het weer iets anders. Dan is het misschien een bootcamp, dan is het misschien wandelen of gewoon iets. Want ik merk dat mijn spier aanmaak, dat is gewoon prima. Daar stress ik hem niet over. Maar mijn vetpercentage die gaat niet omhoog, maar hij gaat ook niet naar beneden. Dus hoe ga ik dat tackelen? Nou, ik denk dat ik gewoon letterlijk meer actief moet zijn. En dat ik op die manier wel mijn vetpercentage verminder. Maar dat wil ik dus, ben ik dus sowieso al lang al dus mee bezig. Ik ben namelijk wel van mening dat je, als je iets wil veranderen of iets wil gaan doen, dan als dat nu kan, doe dat nu. Maar je hoeft het niet meteen in één keer perfect te doen. Daarom begin je nu, kleine stapjes en langzamerhand ontwikkel je een gewoonte en wordt het dus ook makkelijker om dat consistent te blijven doen. Dus door een soort van jezelf conditioneren. Maar ja, hopelijk gaat dat dus aankomend jaar, gaat dat in ieder geval beter. Ik ben nu wel goed, vind ik zelf, goed op weg, maar het kan beter. Nou, dat was eigenlijk alles van vorig jaar, maar wat wil ik volgend jaar gaan doen? Of aankomend jaar? Nou, om te beginnen wil ik meer gaan lezen. Ik lees eigenlijk bijna niet. Alleen de wetenschappelijke artikelen die ik voor bepaalde projecten moet lezen. Maar nu heb ik een e-reader gekregen voor kerstmis. Dus ja, die wil ik nu wel echt gaan gebruiken. Wie weet komt er dus ook een Norman Wolfie book review. Als de echte mensen die het kennen, heb ik 2 jaar geleden of zo, echt wel in het begin, heb ik al een keer een book review soort van gedaan. Het was geen review, ik las het letterlijk voor. Maar wie weet, misschien als ik echt een goed boek heb, dat ik die ga reviewen en ga recommenden. Dan ga ik het erover hebben. Ook wel een beetje in deze setting. Ga ik het erover hebben. Als jullie dus sowieso, hè, als je dit kijkt en je hebt al wat book recommendations, laat ze alsjeblieft weten. Het mag van alles zijn, Want het liefst lees ik van alles wat, want dan word je gewoon een, zie je alleen maar gericht op één ding. Bijvoorbeeld, ik zoek nu wel heel specifiek op dingen voor de natuur, stadsecologie en dat soort dingen. Maar als je wat anders hebt, laat het vooral weten in de comments. Daarnaast, waar dat ook wel onder valt, is meer self-improvement. Wat meer gezondere lifestyle krijgen. Meer actief bezig zijn. Heel goed bezig zijn met school. En daar ook meer ervaring over doen. Mijn YouTube shorts verbeteren. Sowieso het hele de hele Northern Wolfie brand ga ik wel updaten. 1 januari dan krijgt YouTube een nieuwe banner, een nieuw profielplaatje. Want ik wil nu wel echt een nieuwe chapter ingaan van Northern Wolfie. Ik wil het dus aan de ene kant wel wat serieuzer maken. En nu heb ik met Northern Wolfie eigenlijk daadwerkelijk ook wat meer een doel. Ik wil namelijk jullie wat meer gaan inspireren. Ik wil misschien met Northern Wolfie gewoon daadwerkelijk een community opbouwen die gewoon de wereld gewoon een klein beetje beter wil maken. Hopelijk blijven jullie volgend jaar ook nog hangen en komen er hopelijk gewoon nog meer mensen bij.
de community. En hopelijk maken we in 2024 de wereld misschien iets beter. Was het eigenlijk wat ik wil vertellen. Ik heb, als ik heel eerlijk ben, heb ik dit 2 keer van begin tot eind moeten vertellen. Ik vind het nog wel lastig om een soort van presenteren is dit natuurlijk. Hè? Dus dat is wel, vind ik wel lastig. Ik hoop dat ik mijn verhaal ietsje wel een beetje relatief oké heb overgebracht. Hopelijk heb ik er nog wat uitgehaald. Heb je nog tips en tricks? Ik heb geen Chuck-poef methode gekregen of gebruikt. Vond je dit nou leuk? Doe dan zeker een like en abonneer. En nu ga ik het wel vragen. Klik op dat notificatiebelletje. Zodat je in ieder geval genotified wordt wanneer ik iets upload. Daadwerkelijk ook gewoon zo'n community post. Die ik eigenlijk wel ga gebruiken. Dat is een soort van Twitter eigenlijk. Gebruik die community post. En join alsjeblieft de Discord server. Op de Discord server en op mijn Instagram ben ik sowieso het meest actief. Als het gaat om updates, als het gaat om dingen die ik daadwerkelijk lifetime doe. En daar krijg je sowieso alle notificaties. Op de Discord probeer ik zeg maar altijd wanneer er een artikel uit is, wanneer er een YouTube short uit is, om daar een notificatie of een announcement neer te zetten. En op mijn Instagram verhaal precies hetzelfde. Daar ben ik ook wel makkelijker op te bereiken. Met dat gezegd hebbende, hoop ik dat een leuke review heb achtergelaten van het afgelopen jaar. Ja, sowieso volgend jaar weer. Hopelijk wel beter gepresenteerd dan dit. Ja, waarschijnlijk als ik dit edit, dan zie ik ook wel wat er allemaal mis is. Hopelijk vond je het leuk, heb ik al gezegd. Ja, hopelijk maken we 2024 de wereld ook nog weer een stukje beter. Later.